Dit alles gebeurt als Malika Oufkir 18 jaar oud is. Haar echte vader heeft geprobeerd haar adoptievader te vermoorden. En zo is ze nu allebei haar vaders kwijt. Een moeder met 6 kinderen, de jongste nog geen 4. Het gezin Oufkir is samen met 2 trouwe helpsters verbannen en opgesloten. Voor onbepaalde tijd. Hun detentie begint ergens in de Marokkaanse woestijn.